Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over het traumabrein. Wanneer jij vroeger in je jeugd getraumatiseerd bent geweest, ben je eigenlijk bang om alleen te zijn. Jij voelt een diep geworteld eenzaamheid die eigenlijk helemaal niet te verklaren is. Want hey, jij kan het prima alleen redden, alleen zo denkt jouw hersenen niet. Dus je hebt ook een obsessieve wens daardoor om een romantische partner te hebben. Of altijd maar in gezelschap te zijn van mensen. Want hey, alleen zijn, dat vind jij best spannend of eng. En dat wil jij liever niet. En het gekke is dat jij tegelijkertijd ook sociale verlegenheid kan vertonen. Van, hoe stel ik me op? Hoe reageren anderen op mij? Hoe kom ik over? En ja, het komt er eigenlijk op neer van, hoe vinden anderen mij? Wanneer jij dat traumabrein hebt en er niets aan doet, blijft dit zo. En wanneer je er ook niet van bewust bent, is deze video helemaal een uitkomst. Wil jij trouwens abonneren, dan kan je op het abonneerknopje drukken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Afleiding zoeken in de buitenwereld. Dat is er ook zo eentje. Dus niet, je doet er alles aan om niet in het huidige moment te zijn. Want in het hier en nu, daar word je geconfronteerd met jezelf. En daar heb je geen afleiding. Dan ben je echt op jezelf aangewezen. Dus naar binnen keren, contempleren en spiritueel zijn is voor heel veel mensen heel eng. Want die weten van, hey, dan word ik geconfronteerd met mijn trauma. Dus ook kan het zo zijn, met een traumabrein, dat gebeurt heel vaak, dat je genoegen neemt met minder. Iemand die geeft jou aandacht. Jij vindt dit fantastisch, want hey, de aandacht is op jou gefocust. De ander vertelt mooie, lieve complimenten. En die complimentjes, die kan jij wel gebruiken. Omdat jij zelf die eigenwaarde door dit traumabrein, heb jij dat niet. Dus je voelt je onzeker. En als die ander jou ophemelt, laat ik het zo maar noemen. Dan kan je wel eens genoegen gaan nemen met iemand die eigenlijk helemaal niet bij jou past. Vul het maar in. Dus genoegen nemen met minder. Het kan ook zo zijn dat je genoegen neemt met lust in plaats van met echte liefde. Om maar iemand bij je te hebben. Zodat jij ook niet als loser uitgemaakt kan worden. Of als loner. Van hey, kijk mij eens lopen. Ik heb iemand hoor. Terwijl je beter het traumabrein kan aan gaan pakken. En je innerlijke wonden. Kijk daarnaar. Ga naar een psycholoog. Je kan het allemaal niet alleen aan. En ja, dan kan je wel iemand aantrekken die heel goed bij jou past. Op het moment dat jij dat innerlijk werk nog niet doet, dan wordt het gewoon gerepeteerd in je leven. Hè? Het blijft terugkomen, het blijft zich herhalen. En iedere keer weer pech. Ja, ik heb pech in de liefde. Ja, nee, het lukt me maar niet, jongens. Nee, eerst moet je zelf helen. Dan kan je de ander aantrekken. En wat jij allemaal mee hebt gemaakt in jouw leven. Dan kan jij ook iemand krijgen die ook heel veel heeft meegemaakt. Dus die het ook het innerlijk werk heeft gedaan. En dan kom je samen. En dan heb je allebei een bak ellende meegemaakt. Maar je hebt allebei het helingwerk gedaan. Het genezingsproces. En dan kan je een goede, stabiele relatie aangaan. In plaats van vanuit het traumabrein. En wat dacht je van zelfkritiek? Dat komt uit het traumabrein. Jezelf niet goed genoeg vinden, jezelf afkraken, kerncognities, ik kan het niet, ik ben het niet waard, ik verdien de liefde niet. En dat hoef je niet per se bewust te weten, maar onbewust gaat dat. Dat je iemand qua uiterlijk heel knap vindt en dat je dan denkt van ja, die is toch goed voor mij. Of iemand die heel erg slim is, wijs, dat je denkt van ja, dat past niet bij mij, want zo slim ben ik niet. Kortom, het is allemaal zelfkritiek. Je haalt jezelf naar beneden. En dat komt ook voort uit het traumabrein. Jij moet zelfverzekerder worden. Jij moet je zelfliefde gaan opbouwen. Jij moet dat traumabrein gaan genezen. En wat dacht je van ego-verhalen? Ik plus mijn verhaal. En dat is lijden. En dat komt wel uit het traumabrein. Niet als je er gebruik van maakt om een ander ermee te kunnen helpen. Dan is het ik plus mijn verhaal. Om een ander daarmee van dienst te zijn.
en tools aan te kunnen geven. Dan kan je het oppakken vanuit ombuigen. Van nou, het was geen prettige ervaring, maar zo en zo en zo ben ik ermee omgegaan. Hier heb je wat tips. Dat is wat anders als het slachtoffer. Dat is het traumabrein. Gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan zelfliefde, allemaal het traumabrein. Ik wil graag de dingen bespreken waardoor je kan zien vanuit je mannenbrein of vanuit een vrouwenbrein of jouw traumabrein er nog is. Of dat jij hem geheeld hebt en dat het geen wond meer is en dat het genezen is. Dat het heel is geworden. Bij een man, als zijn traumabrein actief is, kan die gewelddadig zijn. Hij kan dominant zijn, want dan straalt hij wat uit. En dat is allemaal uiterlijk vertoon natuurlijk, van kijk mij eens. Delegeren. En dan op een toon van doe maar wat ik zeg. Dus dominant, manipuleren, controledrang. En dat kan zijn met een hobby of iets ergens heel goed in willen uitblinken. En een workaholic bijvoorbeeld. Dat je constant maar naar je werk gaat en dat je maar heel erg goed moet presteren. Die controle moet vasthouden. En dan noem ik dit als voorbeeld, maar het heeft natuurlijk met alles de controle willen vasthouden. Dat is het mannenbrein die dan nog getraumatiseerd is. Overdrijven. Ja, dat doe ik goed hè jongens. Of overdrijven. Overanalyseren. Wanneer een man analyseert, want zo werkt het mannenbrein. Veel nadenken, het waarom willen weten. Maar je kan ook overanalyseren. En overal waar te voor staat, dat is niet goed, behalve tevreden. Wanneer een mannenbrein geheeld is, dus hij heeft het innerlijk werk gedaan en hij is naar de therapeut of naar een coach gegaan, psycholoog, noem het maar op. En hij heeft diep gedoken in zijn binnenwereld. Dan is een man aanwezig. Ook in een relatie. Dus hij is emotioneel beschikbaar. In plaats van dat hij verlatingsangst heeft en weggaat uit een relatie als de ander te dichtbij komt. Hij is gestructureerd. Hij is geordend. Hij biedt veiligheid in een relatie. Hij biedt een constante... Ja, je snapt wat ik bedoel denk ik. Ik kom even niet uit mijn woord, maar gewoon het constant. Dus niet de ene keer heel erg alles geven en de andere keer weer niet. Of ja, gewoon iemand waar je op kan vertrouwen. Die gewoon, waar je van weet, daar heb ik wat aan. Ik weet wat ik aan die persoon heb. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. En een mannenbrein die geheeld is, is besluitvaardig. Die kan duidelijk maken wat hij wil. Dit is mijn keuze, ik heb erover nagedacht. Zo wil ik het. Een mannenbrein die geheeld is, is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Die is toegankelijk, die staat open. Die durft zich kwetsbaar open te stellen. In plaats van zichzelf dicht te gooien. Van, ik ben ooit pijn gedaan, dus dat wil ik me niet meer nog een keer laten gebeuren. Dus ik gooi lekker mijn hart dicht en jij komt er niet in. Dus toegankelijk, open. En ja, ook het bewustzijn, hè. Dat door alles wat die mannenbrein dan heeft meegemaakt, waardoor hij niet als slachtoffer, maar als overlever en als overwinnaar uit de strijd is gekomen, heeft hij ook diepgang. Door die ervaringen heeft hij wijsheid gekregen. Hij heeft het geheeld zijn wond en hij heeft geen traumabrein meer. Dus heeft hij diepgang en hij is gewoon emotioneel beschikbaar. Hetzelfde geldt voor een vrouw. Als een vrouw haar traumabrein nog heeft, dan heeft zij onderdrukte emoties. Dan kan zij bijvoorbeeld heel erg uit het niets emotioneel in onbalans zijn. Dus uit het niets ineens een trigger krijgen, omdat het dan omhoog komt, omdat er nog niet aan is gewerkt. Ineens heel emotioneel zijn. Gewoon een emotionele chaos, zeg maar. En zwakke grenzen aangeven. Dus of helemaal geen grenzen aangeven. Omdat je afhankelijkheid hebt. En het traumabrein, wanneer daar niet aan gewerkt wordt, met name ook met die codependency, dan blijft dat zich herhalen. En dan trek jij de rest van je leven, blijf je in eenzelfde patroon zitten. En dan trek je steeds dezelfde verkeerde partners aan die ook een traumawond hebben. Dat is het. Dus je hebt geen pech in de liefde. Nee, je moet iets in jezelf gaan helen, zodat jij iemand aan kan trekken die ook heel en compleet is.
en aan zijn traumabrein en zijn wonden heeft gewerkt. Dus in plaats van afhankelijk, word je dan onafhankelijk. Je kan gewoon stevig staan en je kan het gewoon allemaal aan. Dus afhankelijk is niet goed. Dat komt voort uit het traumabrein. Dus door wat je in je jonge jaren, in jouw jeugd, in jouw kinderjaren hebt meegemaakt. Dat is nog niet goed verwerkt. Dat is nog niet. En je gaat maar door met het leven. Van ja, dat is zo lang geleden. Of je weet wel dat er is, maar liever ga je dat werk niet aan. Want je weet dat dat pijn gaat doen. Als je daar, ja, als dat weer omhoog gaat komen en als je daar weer. Maar je kan het beter zo doen als heel je leven die rugzak op je rug blijven dragen. Dat is eigenlijk zwaarder als het gewoon echt aangaan. En een vrouwenbrein die trauma heeft, kan heel goed schuld en schaamte hebben. Ze voelt zich schuldig, waardoor ze nog meer gaat geven. Ze schaamt zich, want ze is vroeger afgewezen geweest. Ze is niet gehoord en gezien geweest. En nu voelt ze zich schuldig en ze schaamt zich. En ze is onzeker en het zelfvertrouwen is er niet. Het is één grote optelsom. Ze voelt zich uiteindelijk onderaan die optelsom, reken maar uit. Ze voelt zich onwaardig. Ze voelt zich het niet waard. Wanneer zij innerlijk werk gaat doen. Ze gaat naar de therapie, de coach, de psycholoog. Noem het allemaal maar op. Innerlijk kindwerk, ook heel belangrijk. Want de therapie is vooral voor het ratio. En het innerlijk kindwerk is vooral. Ja, dat is meer de vrouwelijke variant. En als je die twee combineert, en of je nou een man of een vrouw bent, zou je het eigenlijk allebei naast elkaar moeten volgen. Dus twee soorten therapieën. Eentje voor het brein en eentje voor het hart. En of je nou een man bent of een vrouw, we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Je kan het als man zijn niet alleen op je ratio doen. En als vrouw zijnde kan je het niet alleen op je gevoel doen. Het moet in balans zijn. Dus je moet en het waarom snappen en het brein, maar je moet het ook doorvoelen. En dan kan die vrouw gaan creëren. Een vrouw, kijk maar naar de natuur. De moeder aarde is een en al creatie. Dus je kan gaan creëren. En of je dan creatief wordt qua verven of zingen, noem het allemaal maar op. Maar er komt weer leven in het vrouwenbrein en in de gehele vrouw. Omdat ze gaat eerst door die pijnstukken heen bij die psycholoog. Maar langzaam knapt ze daarvan op. Ze kan zichzelf ineens gaan uiten. In plaats van ook, net als bij de man, het dichtgooien van het hart en het dichtgooien van de keel. Open jezelf maar, uit jezelf maar. En dat kan door dansen, dat kan door lachen, dat je je keel gebruikt. Maar ook natuurlijk tijdens die gesprekken bij zo'n coach of psycholoog ga jij ook praten. En dan opent jouw keelchakra. En ze wordt nu meer compassievol. Want ja, haar innerlijke kind die komt weer meer naar boven. Omdat dat steeds meer geheeld wordt. En het vrouwenbrein wat getraumatiseerd is en geheeld aan het worden is. Ze gaat meer stralen. Ze gaat meer licht uitstralen. Meer liefde, meer energie. Je krijgt er sowieso meer energie van als jij oude ellende achter je laat en kan verwerken. Je kan eerst door een periode heen gaan dat je extra moe bent natuurlijk. Want je hebt nogal wat te verwerken geestelijk en lichamelijk. Want ook daardoor kan je klachten gaan krijgen. Maar uiteindelijk gaat het vrouwenbrein dat geheeld is veel meer stralen. Veel meer authentiek worden. Meer jezelf durven zijn. Want als jij geen zelfvertrouwen hebt en geen eigenwaarde, dan zit jij stil in een hoekje. En dan laat je ieder ander lekker aan het woord. En jij bent verlegen. Jij trekt jezelf terug. En nu is het bam. Wat nou? Dus dat vrouwenbrein moet geheeld worden. En in plaats van schuld en schaamte krijg je dan iets van ik mag er zijn. En ik ben het waard. En ik ben goed zoals ik ben. Ook met mijn flaws. En ze wordt weer meer intuïtiever. En ja, daar gaat het om jongens. Dus wanneer je mannelijke energie de overhand krijgt in jouw lichaam. En of je nou nogmaals man of vrouw bent. Je hebt allemaal mannelijke energie ook in jou. Als die de overhand gaat nemen, dus het is niet in balans, dan wordt het lichaam sowieso gespannen. Dus dan kan je pijn in je schouders krijgen, pijn in je rug, noem het allemaal maar op. Maar je zit ook niet lekker in je vel, dus je bent gefrustreerd. Je kan je onrustig voelen, opgefokt, obstinaat.
En wanneer het vrouwelijke energie in jou, dus of het nou een vrouw is of een man, jij hebt ook vrouwelijke energie als man, als die de overhand gaat krijgen, dan kan je die emotionele chaos krijgen. Dus ineens een emoties die bij jou loskomen, dat je denkt van, hè, hoe kan dat nou? Dus die twee energieën moeten in balans zijn. Bij een man en een vrouw. Zodat dat helemaal al die wieltjes gaan draaien, die chakra's. En ja, dat is eigenlijk wat ik wilde bespreken qua traumabrein. Dus ja, doe het innerlijk werk. Be a spiritual warrior. Be a badass. Doe het. En ja, dat wilde niks zeggen. Dus go for it. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik heb ook Insta. Bewust zijn is bewustzijn. Ik zou het super leuk vinden als je me daar ook op volgt. Daar post ik ook af en toe foto's met teksten en ja, dat. En onder mijn video typ ik ook altijd de tekst. Die kun je ook lezen. Heb je vragen? Typ het hieronder. En nou ja, bedankt voor het kijken en een hele mooie dag. Tot de volgende. Namaste.